In Tilburg, Udehout en Haren zitten mensen zonder stroom. Jan Bakker van Enexis, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu? Nou, laat ik met het goede nieuws beginnen. Om even voor 12:30 had iedereen weer stroom en is de transformator zeg maar hersteld. De transformator, ik neem aan dat daar storingen was door de wateroverlast. Ja, daar gaan wij even van uit, maar dat moet onderzoek na het onderzoek nog even uitwijzen. We hebben nu een andere reservetransformator in bedrijf genomen en gaan nu onderzoeken waardoor dat de andere transformator is uitgevallen. Wij gaan wel uit van wateroverlast, maar dat moeten we eerst nog even goed onderzoeken natuurlijk. En iedereen heeft stroom, dat is het belangrijkste. Iedereen heeft stroom, dat is het belangrijkste. Jan Bakker van Enexis, dank u wel.